De medewerkers weten het zeker. Sigarettenfabriek Philip Morris in Bergen op Zoom gaat dicht. En ook de vakbonden vrezen het ergste. Volgens BN De Stem zijn de medewerkers nog niet ingelicht over de sluiting. De directie roept het personeel morgenochtend om 10 uur bij elkaar. Philip Morris zelf wil niet reageren op het gerucht. En we gaan naar onze verslaggever Raoul Kartens. Hij is op onze redactie in Breda. Ja, Raoul, wat weet jij? Gaat het bedrijf dicht of gaat het personeel misschien ergens anders naartoe? We weten het nog niet of het om een volledige sluiting gaat of een deel van de productie die weggaat. Het opmerkelijke is dat de vakbonden van niks weten, maar ook de ondernemingsraad niet. Die hebben zelfs overwogen om een rechtszaak aan te spannen om die informatie nu al wel te krijgen. Maar dat is te kort dag. Morgenochtend om 8 uur wordt de OR geïnformeerd, daarna de bonden en om 10 uur het personeel. Dus iedereen zit elkaar aan te kijken waar gaat dit heen. Maar dat er grote donkere wolken boven Philip Morris hangen, dat is duidelijk. Ja, want alle signalen wijzen inderdaad op slecht nieuws, hè? Nou precies, en dat de avondploeg vanavond niet opkomt en dat alle medewerkers is gevraagd om morgen hun badge mee te nemen, dan krijg je toch een beetje het gevoel van lever je spulletjes maar in en daar is de deur, je mag nog wat spulletjes meenemen en dan is het sloes. Amerikaanse toestanden, als dat zo zou zijn, dan zou dat echt uniek zijn voor Nederland. Maar ja, het is dus even afwachten. Maar ja, de medewerkers zitten echt met de billen bij elkaar. Ja, en wat zou de redenen kunnen zijn voor zo'n grote Amerikaan om te vertrekken uit Nederland? Nou ja, er is natuurlijk half januari nog gestaakt, hè, voor reparatie van het pensioengat, voor meer loon. Maar ja, dat is in andere omringende landen in Europa ook wel gebeurd. Wat mee zou kunnen spelen is de veranderde tabaksregelgeving in Europa, waar de Amerikanen niet blij mee zijn. Maar om dan inderdaad zo'n fabriek die ook winst draait en waar spullen toch echt staan die niet afgeschreven zijn, om die te gaan sluiten, dat is ook een behoorlijke kapitaalvernietiging. Dus ik ben reuze benieuwd naar het achterliggende verhaal. Ja, als die fabriek nou dicht gaat, hè, van Philip Morris, dan moet dat ook een klap zijn voor Bergen op Zoom. Ja, 1350, 1400 medewerkers bij Philip Morris. Je hebt een paar grote in Bergen op Zoom, General Electric, nu heet dat Sabic en Philip Morris. Nou, daar werken heel veel mensen, oud-klasgenoten van mij, komen zelf vandaan. Dit zou een enorme dreun zijn. Niet alleen voor Bergen op Zoom, maar ook voor de regio. Mensen Tolen, verder weg uit Zeeland, heel West-Brabant eigenlijk, die werken daar. Dus als dit inderdaad overgaat tot sluiting, 14 man op straat, 1400 man naar het UWV, dan kan de regio dat denk ik niet zo makkelijk aan verhapstukken. Nee, oké. Okay. Dankjewel voor nu, Raoul Kartens van onze redactie in Breda. En vanavond in onze uitzending om 6:30 natuurlijk meer hierover. Over die mogelijke sluiting dus van Philip Morris in Bergen op Zoom.